Hey, vandaag heb ik alweer een monthly favorite voor jullie, deze keer voor de maand april. Sorry als ik een klein beetje nasaal klink, ik ben ziek. Ik heb een angine gehad en ik ben nu ondertussen al een paar dagen verder, maar de neus zit nog altijd verstopt. En de keel doet nog een klein beetje pijn. Maar dat terzijde, we zijn vandaag 1 mei, dus dag van de arbeid. Het is een feestdag vandaag. En ik wou zoals gewoonlijk mijn maandelijks favoriete delen met jullie. Dus laten we gewoon beginnen. Een van de eerste favorieten die ik ga laten zien is een stijltang die ik gekocht heb onlangs. En deze is van Carmen. Een merk dat ze verkopen bij het Kruidvat. En het is de Smooth & Shine stijltang. Ik heb hem nu opgerold. Maar hij ziet er dus zo uit. Gewoon een klassieke stijltang. Met een knop waardoor je hem kunt dicht doen en open doen. En er zijn ook temperaturen, dus hij loopt van 130 graden tot 230. Dus dat wil zeggen dat hij zeer warm wordt. Dus deze is ideaal voor mensen met krulhaar, omdat hij zo warm wordt. En ook voor mensen met gevoelig haar, gewoon omdat hij een redelijk lage temperatuurinstelling heeft ook. Dus dat is deze. Ik geloof dat ik deze 15 euro of zo betaald heb. Ik weet niet meer hoe de prijs ervan, maar ik zal het opzoeken en onderaan de video linken. Het tweede artikel, ideaal voor de zomer, ik heb er eigenlijk twee, zijn zonnebrillen die ik besteld heb bij AliExpress. Gewoon omdat ze daar leuke zonnebrillen hebben. En de eerste ziet er zo uit, dus een gespiegelde zonnebril. En die ziet er zo uit. Ik hou van gespiegelde zonnebrillen gewoon omdat je dan de mensen kunt begluren zonder dat ze het zien. En ook gewoon omdat het een beetje in de mode is nu om gespiegelde glazen te hebben. Dus dat is deze. Ook deze zal ik onderaan de video linken. En de tweede die ik bestelde is ook van AliExpress. Daar ben ik iets minder grote fan van. Gewoon omdat het model mij niet zo goed staat, vind ik persoonlijk. En ook omdat de oortjes een ijzeren afwerking hebben. Dus een beetje scherp zijn. Dus ze hadden eigenlijk beter zo een siliconen bescherming gehad. En deze ziet er zo uit. Het is een beetje in het roosgoud, ook alweer de gespiegelde glazen. Het is een montuur dat ik al redelijk veel heb zien passeren op Instagram. Dus deze ziet er zo uit. En ook die zal ik onderaan de video linken. Ik geloof dat beide zonnebrillen nog geen 5 euro waren. Dus dat is eigenlijk wel redelijk goedkoop. Dan het derde artikel van deze maand dat ik redelijk vaak gebruikt heb, is het Blush Artist Shading Palette. Het is gewoon een blush paletje van Catrice. Ziet er zo uit. Dus een mooie persiktint, een koraaltint en een mooie roze tint. Deze twee tinten hebben allebei een mooie glans erin en deze is mat. Dus het paletje is ook redelijk veelzijdig. De kleur is Coral I Need, dus 020 Coral I Need. Dus dat is deze. Dan. Ik ben eigenlijk gewoon random producten aan het selecteren. Ik heb niet echt een specifieke volgorde. Dan de twee volgende artikelen zijn deze dag- en nachtcreme van de Body Shop. Het is de Vitamine E Nourishing Night Cream en Moisture Cream. Dus ik heb zowel de dag- en nachtcreme gekocht omdat ik een zeer droge huid heb. Deze is specifiek voor droge huid. Het staat eigenlijk op dat het voor alle huidtypes is, maar het stond bij de display dat hij zeer hydraterend was. Dus dat is wat ik nodig heb. En ik heb deze twee gekocht toen ze 40% korting hadden op bijna alles uit de winkel, omdat ze 40 jaar bestonden. Dus dat is dat. Tot nu toe ben ik er zeer tevreden over. De geur is minder mijn ding, maar daar kijk ik voorbij. Uiteindelijk kreeg ik hem niet gans de dag. Ik breng hem aan en de geur verdwijnt bijna onmiddellijk. Dus dat is dat. Ik heb in mijn Spring Essentials getoond dat ik graag een Luminous Foundation heb. Dus deze is de Fit Me. Nogmaals, Fit Me Foundation in de Luminous en Smooth versie. Ze hebben ook een Matte en Poreless en een gewone Fit Me. Ik gebruik deze graag gewoon omdat deze een mooie glanzende finish heeft. Een beetje overal. En dan benadruk ik graag nog de jukbeenderen met een highlighter. Dus dat is deze.
En om mijn make-up toch een klein beetje te fixeren onder de ogen voornamelijk, gebruik ik de Prime & Fine transparante poeder. Deze zou waterproof moeten zijn. Ik heb geen idee hoe een poeder waterproof kan zijn. En er zit ook een handig spiegeltje bij. Dus het is wel gemakkelijk en vriendelijk in gebruik. Je kunt gewoon in je tas steken en af en toe een keer een touch-up doen voor mensen die een iets vettere huid hebben. Ik persoonlijk heb dat niet nodig. Dus dat is deze. Dit is de compacte variant van de poeder die ik normaal altijd gebruik. Deze is zo goed als op. En heeft ook geen spiegeltje, wat deze wel heeft. Dus een grote aanrader. Dan ook concealers, omdat ik niet altijd graag een foundation draag. Voornamelijk omdat mijn huid zo droog is, heb ik graag dat mijn gezicht toch een beetje kan ademen. En dan gebruik ik enkel concealer onder de ogen en op de rode vlekken. Ik weet niet of het te zien is op de camera, maar ik heb last van onvolmaaktheden op mijn wangen een beetje. En daarvoor gebruik ik dan gewoon een concealer. En ik gebruik de combinatie van de NYX HD Concealer en de Liquid Camouflage van Catrice. Deze is een beetje te donker, deze is een beetje te licht, dus de combinatie is super. En deze poeder ik ook af met de transparante poeder van Catrice. In de lente draag ik ook graag zeer minimalistische make-up. Dus dan heb ik graag gewoon een standaard mascara. Eén die mij volume bezorgt en mijn wimpers mooi van elkaar scheidt. Dus deze is de Get It All mascara van NYC. Deze heb ik ook al redelijk veel laten zien. En zoals ik ook al vaak zeg, mijn kwastjes buig ik. Op die manier kan ik mooi de wimpers verdelen. Dus dit is een van mijn favorieten en zal ik ook altijd opnieuw blijven kopen. En wanneer ik iets meer definitie wil aan mijn bovenste wimperrand, gebruik ik de Très Jolie zwarte oogpotlood van NYX. Deze doe ik dan in mijn waterlijn voornamelijk. Op de waterlijn bovenaan is deze ideaal, ook omdat hij goed blijft zitten. En hij komt ook niet af op de onderste waterlijn, dus deze is daar ook ideaal voor. Om de minimalistische make-up toch een klein beetje af te werken, vul ik graag ook mijn wenkbrauwen een klein beetje in. Gewoon om ze iets voller te doen lijken. En ik gebruik graag de Eyebrow Stylist in de kleur Date with Ashton. Deze is een asblonde kleur. Deze is ook van Catrice. Makkelijk in gebruik. Gewoon een potlood langs de ene kant. Makkelijk om te slijpen. En een spoolie aan de andere kant om ze mooi te doorkammen. Deze is een van mijn go-to wenkbrauwpotloden. En deze matcht ook redelijk goed met mijn eigen wenkbrauwen van kleur. En dan zijn we bij ons laatste artikel aangekomen. En dat is de nagellak van NYC in de kleur New York Spring. Dit is de kleur die ik vandaag op heb. Het is een mooie pastelroze kleur. Deze nagellak is ook redelijk dekkend. Je moet wel twee laagjes doen, dus wel aangeraden. Hij is niet sheer, dus hij geeft een goede dekking. Dus voor de mensen die dat graag zien, het zijn volledig babyroze nagels. Ik vind dat persoonlijk zeer mooi. Het ziet er fris en verzorgd uit. Het is de Shine in a Minute 60 Seconds Dry Nail Polish. Dus het is op 60 seconden droogt, dat zou ik nu wel niet beweren. Maar het is wel een aanrader voor de mensen die graag verzorgde nageltjes hebben. We zijn alweer mee. Ik heb nu de hele maand stage waarbij ik in een kapsalon moet werken. Dus ik hoop dat ik tijd genoeg ga vinden om video's te posten voor jullie. Gewoon omdat het een zeer krap schema is. Dan vertrek ik ook nog één week tijdens die stage op vakantie. Ik ga ook proberen om zoveel mogelijk te filmen tijdens mijn vakantie. Zodat ik ook een beetje beeldmateriaal heb, zodat jullie dat kunnen zien. Jullie zijn bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren als jullie dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie in mijn volgende video. Bye!